Op deze feestelijke zaterdag is er groot nieuws voor de familie Vroger. Natasje Vroger, de oudste dochter van René Vroger, heeft volmondig ja gezegd op het aanzoek van haar grote liefde Matthijs Timmermans. De emotionele gebeurtenis werd gedeeld door Semi Verhey, de vriendin van Didier Vroger, via haar Instagram Story. In de ontroerende video zien we hoe Matthijs op zijn knieën gaat, omringd door dierbaren. Met luid gejuich en gejoel van vrienden en familie vraagt hij Natasje, wil je met mij trouwen? Een prachtig moment dat de liefde tussen het paar en de vreugde van hun naaste weerspiegelt. Bekijk hier de hartverwarmende video van het aanzoek. Terwijl Natasje in de liefdevolle wolk van verloving zweeft, delen ook andere leden van de vroge familie opwindend nieuws. Onlangs kondigden zoon Maxim en zijn vriendin Ruby aan dat ze samen gaan wonen. Alles samen schrijven de twee tortelduifjes bij een foto op hun sociale media. Op de afbeelding stralen Maxim en Ruby in een leeg huis, elk met een glas champagne in de hand. Op een andere foto houdt Ruby de sleutels van een nieuwe stekje vast, waarmee het officiële startschot voor een gezamenlijke leven is gegeven. Gefeliciteerd aan de familie Vroger met deze dubbele dosis liefde en geluk.